In een studentenpand aan de Tressenplaats in Helpman heeft gisteravond brand gewoed. De melding kwam om 8:30 binnen en omdat er mogelijk mensen in het pand waren, rukte de brandweer met veel materieel uit. Bij aankomst bleken de studenten al uit het pand te zijn. Het ging om een kleine vuurhaard die wel veel schade heeft aangericht. Enkele studenten moesten de nacht elders doorbrengen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.